Hoi, welkom bij de vierde vlog alweer. Deze keer hebben we een wat serieuzer onderwerp. Het gaat erover wat je kan doen als je je soms of regelmatig echt somber voelt. Dat je het echt niet meer ziet zitten. Nou, heb jij dat niet, dan is deze vlog niet voor jou. Dan zien we je bij een van de andere vlogs. Maar herken je dat wel? Blijf dan kijken. We gaan het hebben over hoe je daarin goed met jezelf kan omgaan. En voor jezelf kan zorgen. Het leven kan soms heel zwaar zijn. Hè? Echt gewoon donker als de nacht. Dat weet ik. Ik weet ook hoe het is. Maar je kan er ook uitkomen. We gaan het hebben over die moeilijke momenten. Ik heb een papier bij me. Ik dacht even, hoe moet ik het nou noemen? Is het een lijst of een ladder of hoe je het maar wilt noemen? Maar je bui, je stemming kan nogal verschillen. Hè? Als je even nadenkt hoe je voelt door de week, dan heb je momenten dat je goed voelt. En misschien ook momenten dat je helemaal niet goed voelt. En soms breng ik dat met jongeren in kaart. En ook, wat doe je dan en hoe voel je dan? Hoe zie je er dan uit? Wat doe je dan anders als je zo voelt? En daar maak ik een soort ladder van. En ik heb er nu eentje gemaakt, die is niet van iemand, maar dat is een beetje een samenstelling van hoe zo'n ladder er bij verschillende mensen uitziet. Dus, en het kan voor jou weer net een beetje anders zijn. Voor iedereen is het eigenlijk een beetje anders. Maar goed, stel je voelt je helemaal top. 10, dan ben je heel enthousiast. Ja, op wat voor momenten ben je heel enthousiast? Waarschijnlijk als je met vrienden bent of ander moment. Je kan je vrolijk voelen, 9. Goed voelen. 7 heeft niet speciaal een naam gekregen. Is misschien een beetje normaal. Je moet ook wel eens gewoon werken en dingen doen en naar school fietsen of wat ook. Hopelijk voel je je dan ergens in deze range. Maar je kan ook je een beetje somber voelen, of echt somber. En voor je het weet zakt het dan af, hè? Naar depressief, heel eenzaam, echt heel rot. En misschien als je dan nog rotter gaat voelen, dat je zelfs een doodswens hebt. En als je dan nog rotter gaat voelen, dat je misschien zelfs je gedachten omzet in daden. Nou, daar wil je niet komen. En daar kom je ook niet van deze in één keer bij die. Dat gaat via die andere. Dan ga je steeds rotter voelen. En dat is goed om bij stil te staan. Van, hé, hoe verloopt dat bij mij? Wat kan ik zelf doen? Nou, als je een beetje somber voelt, dan ga je bijvoorbeeld... heb je een beetje een somber gevoel, hè? Het is een gevoel. Maar je gaat ook al een beetje somber denken... Dus de vragen die beginnen. En als dat dan nog meer wordt, dan heb je bijvoorbeeld nergens zin in. Je gaat malen, piekeren. Maar je kan nog wel normaal doen. Dat is dan bij deze, hè, bij 5. Als je dan nog somberder gaat voelen, misschien gaat dat vanzelf. Hè, ga je over van de ene stemming in de andere. Dan kost alles wat je... moet doen, kost je moeite, maar je kan het nog wel doen. Hè? Dus je kan bijvoorbeeld gewoon op school meegaan of thuis aan tafel eten. Maar ondertussen heb je die negatieve gedachten. Heb je dat eenzame, dat rotgevoel en dat kan je niet meer van je afzetten. En dan zit je bij 4, zeg maar. Dat gevoel er eigenlijk de hele tijd is en het kleurt, zeg maar, alles wat je doet. Het kleurt je dag. Nou, wat... mensen dan vaak doen, is zich terugtrekken. Want je hebt nergens meer zin in. Dus ga je alleen op je kamer zitten of alleen zijn. Dan, voor je het weet, kom je dan in 3. Heel eenzaam. Op je kamer zitten, niets doen. En dan heb je ook nog die dingen die hierboven staan. Het piekeren en het malen. En wat dan belangrijk is om te weten, vanaf eigenlijk deze lage cijfers, is dat je eigen gedachten niet meer kan vertrouwen. Ze kloppen gewoon niet. Mensen die somber zijn, die denken heel erg
Zwart-wit, alles of niks. Nou, eigenlijk niet wit, maar zwart dan, hè? Ze bedenken bijvoorbeeld, niemand snapt mij. Ik kom hier nooit meer uit. Het heeft allemaal geen zin. Als je zo'n gedachte objectief bekijkt, van klopt zo'n gedachte, niemand houdt van mij, het komt nooit meer goed. Heb je daar bewijs voor? Is dat waar? Of zou je het ook anders kunnen denken? Het is misschien meer waar om te denken, ik heb nu een moeilijk moment, ik voel me nu niet zo fijn. Dit is een van de moeilijkere momenten. Dat klinkt al heel anders dan het komt nooit meer goed. Maar op zo'n moment heb je vaak niet door dat je gedachten veel te sterk zijn. En door die sterke gedachten word je nog somberder. En helemaal als je je sombere gedachten gelooft. Als je echt denkt dat je de enige bent. Dat niemand van je houdt. Dat je waardeloos bent. En je kan je gaan schamen voor wie je bent. Heel negatieve gedachten over jezelf, over wie je bent. Heel negatief gevoel over jezelf. En juist als je je zo slecht en somber voelt over jezelf, dan ga je terugtrekken. Wat ik net al zei, je gaat alleen op je kamer zitten, uren alleen doorbrengen. Misschien herken je dat, hopelijk niet hoor, maar veel mensen doen dat. Je kan je ook terugtrekken van binnen, dus je aangepast gedragen, in de groep gewoon normaal doen en van binnen zit je op slot en voel je zo slecht over jezelf. Je kan ook negatief denken over God, dat ook God jou afwijst en jou niet meer wil zien. Je kan negatief gaan denken over andere mensen, dat zij jou niet mogen. Al die gedachten bij die sombere stemming met die lage cijfers, die zijn niet waar, die zijn niet betrouwbaar. Ik denk dan ook even aan Adam en Eva in het paradijs. Na de zondeval, ze schaamden zich. Ze hadden gezondigd en ze beseften dat ze naakt waren en ze verstopten zich voor God. Maar God die kwam niet met oordeel. Hij was niet zoals zij dachten dat hij is. Maar God die zocht ze op. Die zei, Adam, waar ben je? Hij zocht juist het contact. En dat zien we ook bij de Heer Jezus die op zoek ging naar dat ene schaapje dat niet meer bij de kudde hoorde, die er buiten stond. Was verdwaald of wat ook. We weten niet waarom het schaapje van de kudde was afgedwaald, maar de herder ging naar hem op zoek. En dus dat terugtrekken, dat doen we vaak zelf. Hè? Ook in het geloof wil ik echt zeggen, trek je niet terug van de Heere God. Maar blijf bidden, vertel gewoon hoe je voelt en hoe het gaat. Stel je vragen die je hebt. Ga er niet vanuit dat er alleen maar afwijzing is. Maar ook naar de mensen om je heen. Denk niet dat niemand het begrijpt. Denk niet dat je het alleen moet doen. Maar neem dat risico om een ander in vertrouwen te nemen, eerlijk te zijn en hem in je hart te laten kijken. Doe als het ware je hart open en laat zien wat daar zit. Want dat je terugtrekken en het alleen moeten doen, dat is eigenlijk de grootste fout. Dat maakt dat het zo blijft of dat het nog erger wordt. Juist dat je je ervoor schaamt of dat je je schaamt voor jezelf. Dat je denkt, ik kan niet laten zien wie ik ben. Dat maakt dat je een soort van gevangen erin zit en dat je erin blijft. Dus verbreek dat. Praat erover met iemand. Je hoeft niet direct alles over jezelf te vertellen. Maar er is vast wel iemand in je leven waartegen je kan zeggen, joh, ik voel me soms zo somber en dan zie ik het echt niet meer zitten. En ik heb soms het gevoel dat ik het niet meer volhoud. En dan heb je nog niet eens verteld waarover je dan piekert, maar gewoon dat je het zwaar hebt. Het is belangrijk om dat aan iemand te vertellen. Dus ik hoop dat je dat gaat doen. Nou, als je... Bij 3 hebben we gezegd, dat is, voelt heel eenzaam, dan ga je je terugtrekken. Als je dan nog rotter gaat voelen, dan kan je hele sterke gedachten krijgen, hopeloze gedachten. Gedachten aan de dood.
En misschien, als het echt heel slecht gaat, dat je iemand zelfs over kan gaan tot een suïcide poging. Nou, als je zo laag komt, zeg maar, in de lage cijfers, dan is het echt belangrijk dat je contact zoekt. Dat je uit die bubbel stapt. Dus kijk deze video, kijk hem nog een keer en daarna zoek contact. Ga naar je huisgenoten, ga naar buiten. En je kan ook altijd naar 113.nl, daar kan je chatten, daar kan je bellen. En daar zitten mensen klaar die weten hoe het is om zulke moeilijke momenten te hebben en om jou daar even doorheen te praten of doorheen te chatten. Zodat het vanzelf weer iets beter wordt, waardoor je je eigen dingen weer kan pakken en weer kan doen. En je kan ook contact zoeken natuurlijk met ons via de site, maar wij reageren misschien niet snel genoeg. Dus als je echt in zo'n moeilijk moment zit, ga dan naar 113.nl of bel met 113. En daar zitten mensen voor je klaar om je door dat moeilijke moment heen te helpen. Het wordt echt beter. En de belangrijkste sleutel is dus om open te zijn naar anderen en je niet terug te trekken. Nou, als je nou bij 5 zit bijvoorbeeld, somber, of bij 4, en dan gaat het niet heel lekker, dan is het belangrijk wat je doet, want dat kan maken dat je of naar onder zakt, nog somberder, of weer terug naar boven. En vaak zit hem dat in afleiding zoeken, hè? Dus in plaats van alleen op je kamer te gaan zitten, ga naar buiten, ga naar de sportschool. Hè. Na een kwartiertje fietsen of rennen voel je alweer beter. Er zijn de andere mensen. Of app een vriendin, kan ik even langskomen? Ik heb het echt even nodig nu. Of ja, wat kan je nog meer verzinnen? Vraag iemand thuis van zullen we even met de hond lopen? Maar niet alleen, ga je niet terugtrekken. Wat ook kan helpen natuurlijk is muziek. Van welke muziek ga je je beter voelen? Welke muziek helpt je om je weer hoopvol te voelen, om je op God te richten in plaats van dat hopeloze gevoel? En je mag ook bidden voor jezelf. Je hebt dus eigenlijk even een plan nodig wat je kan doen als je in 4, 5 of 6 zit, waardoor je niet lager zakt. Ik heb hier een ander papier waarin dat plan, zeg maar, staat geschreven. Ik zal het even voorlezen. Kijken. Bij 6, als je een beetje somber voelt, staat er: let op je gedachten. Schrijf ze op. Is het wel liefdevol en eerlijk? Probeer met respect over jezelf te denken. Er staat voor, maar er moet over zijn. Als je een beetje somber voelt, al opletten hoe je denkt over jezelf. Daar heb ik het al eerder over gehad, hè? Kun je het ook anders zeggen, waardoor het net wat minder sterk is en ook wat meer klopt. Let op dat je niet gaat malen en piekeren. Probeer je gedachten te stoppen en probeer afleiding te zoeken. Wat zou je nu helpen om je wat beter te voelen? Doe dat. Voed jezelf, hè, zoals voeding, maar dan in je hoofd met positieve dingen. Zoek afleiding. Sta open voor anderen, ga je niet terugtrekken. Dat is allemaal in deze fase, zeg maar. Als je je zo voelt, is dat heel belangrijk. Maak voor jezelf een plan wat past bij jou. Misschien zit je wel bij de sportschool of niet. Heb je wel een hond om uit te laten of niet? Hou je van muziek of kan je zelf muziek maken? Wat past bij jou? Wat kan je doen op zo'n moment? Nou, als je dus echt heel rot gaat voelen, dan mag je best even ruimte geven aan je gevoel, uithuilen. Maar daarna ga je iets anders doen. Zoek afleiding, zoek contact met mensen. Begin erover, ga praten. Als je echt somber voelt, zorg dat je niet alleen bent. Ga naar beneden, ga naar buiten, waar maar mensen zijn. Zoek contact met iemand. Gewoon om jezelf te beschermen en om je te helpen dat je weer naar boven gaat. En dan is het moeilijke moment, het echte moeilijkste is weer achter de rug. Je ziet eigenlijk bijna altijd dat die hele moeilijke momenten, die zijn maar tijdelijk. Langzaamaan wordt het beter. Doordat je zelf beter in je vel komt te zitten,
Doordat je opener wordt naar mensen en merkt dat je van hen gewoon jezelf mag zijn. Of dat mensen je begrijpen. We hebben allemaal liefde nodig. Dus dat is vaak wat ons uiteindelijk helpt dat het beter gaat worden. Waardoor het kan genezen en beter gaan worden. En dus ook wat ik eerder zei over het geloven. Ga je ook naar de Heere God toe niet terugtrekken. Maar blijf contact zoeken. Weet dat je welkom bent. Wie je ook bent. Waar je ook in zit. Juist het terugtrekken is wat mensen vaak doen. Wat we ook in de Bijbel zien. Wat mensen naar God toe doen. En wat hij helemaal niet wil. We zijn welkom zoals we zijn. De Heer Jezus zei niet voor niks. Hij zei, kom tot mij, iedereen die moe is en die belast is. Ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. God is niet hard en oordelend. Hij is zacht. Zachtmoedig en nederig is hij. Je bent welkom bij hem. Je bent goed zoals je bent. Je mag er zijn. Het lukt je nu misschien niet om met liefde over jezelf te denken en te voelen. Maar je bent wel geliefd. Je bent waardevol. Je komt hier doorheen. Het wordt beter, echt waar. Probeer te kiezen om je eigen gedachten en gevoel niet te veel te geloven. En om sterk te zijn, om contact te zoeken met anderen en door te gaan. Je bent niet alleen. Ik wil eindigen met een gebed. Liefdevolle Vader, het is zo fijn voor mij om te weten dat u overal tegelijk kunt zijn. Ook bij diegene die nu deze video kijkt en hem misschien zo hard nodig heeft. Heer, als hij of zij op dit moment moeilijke momenten heeft, wilt u dan met uw troost en met uw aanwezigheid bij hem of haar zijn? Wilt u hem of haar helpen om goede keuzes te maken, om te praten met anderen, contact te zoeken, om niet te geloven in sterke negatieve gedachten? Wilt u ook de somberheid verbreken? Hier in uw waarheid in zijn of haar hart planten dat iedereen waardevol is in uw ogen. Dat er hoop is. Dat er na de donkere nacht altijd weer de dag komt. Hier wil u danken dat u duisternis heeft overwonnen door uw offer en door uw kracht. Wil u danken dat we uw kinderen mogen zijn. Wil u danken voor de hoop die we vinden in het leven met u. Amen. Nou, dit is het einde van de vlog. Ik ga deze lijst als download op de website plaatsen. Dan kan je hem zelf printen. Je kan hem eventueel aanpassen met je eigen plan om jezelf door moeilijke momenten heen te helpen. En als je contact wil met mij of met ons, dan kan dat, hè? We horen graag van je. Doei! Wil je meer zien? Klik dan hier. Abonneer je, klik daar.